Beste kijker, vandaag een mediacommentaar met als titel: Wie zit er achter de zwijgende overheidsinstanties? Onafhankelijk van elkaar en toch volledig identiek legden twee zussen getuigenis af over satanisme dat ze hadden meegemaakt in hun jeugd. Het gaat daarbij over het schenden van kinderen en moorden van het meest gruwelijke soort. Dezelfde overheidsinstanties die ouders voor iedere klap op het achterste van hun kinderen voor de rechter slepen, die onschuldige ouders boetes en gevangenisstraffen opleggen wanneer hun kinderen uit gewetensnood de seksuele voorlichting, porno, op school weigeren. Deze overheidsinstanties komen niet werkelijk in beweging met het oog op zulke extreme getuigenissen. We laten hier getuige 1 en getuige 2 door elkaar heen aan het woord komen. De getuigenissen komen van twee zussen die naar aanleiding van satanisch misbruik al 10 jaar gescheiden leefden en volledig onafhankelijk van elkaar getuigenis aflegden. Getuige 1 werd als oudere van de zussen ritueel zwanger gemaakt. De nu volgende getuigenisverklaringen kunt u ook bekijken op YouTube onder het zoekbegrip Höllenleben und ritueel misbruik. Nu laten we de getuigen aan het woord. De geboorte van mijn kind werd door een dokter ingeleid. Ik was 10 toen mijn zus zwanger was. Er was een hoek waar schapenvachten op de grond lagen, waarvan ik wist dat anderen daar al een baby op de wereld hadden gebracht. Tot het dan ook met mij gebeurde en ik ook een stukje van de moederkoek moest doorslikken. Ze heeft het kind toen ter wereld gebracht. Niemand heeft haar geholpen. Ze moest dat alleen doen en ze was achteraf volledig uitgeput. Ondertussen werd ik door mijn moeder aan mijn schouder vastgehouden. Ik moest dat mee aanzien. Om ook te beseffen wat mij misschien nog zou overkomen. Om mij te laten weten dat ik hoe dan ook geen kans had. En ik weet nog dat ik helemaal niet kon lopen en het bloed langs mijn benen naar beneden liep. Dat soort dingen. De nageboorte kwam ook. Toen heeft ze spuiten gekregen, zodat ze kon opstaan en kon lopen. Daarna werd ze in een habijt gestoken en men verwisselde van lokaal. En toen lag het kind daar, huilend. De mensen die een habijt droegen, hadden zich allemaal opgesteld rondom het kind. Er werd daarbij ritmisch gezongen, zonder woorden, luid en zacht, op een bepaalde intonatie. Ik moest dit kind doden, hoewel ik zelf nauwelijks in staat was om te staan, te lopen of wat dan ook. Toen kwam Antje in een habijt. Men kon zien hoe het bloed bij haar naar beneden liep. Ze hebben haar daarbij niet geholpen op de een of andere manier. Toen stond ze gewoon voor de baby en moest steken. Ik werd gesommeerd. Mijn hand werd geleid. Ik moest een bepaald ritueel mes nemen met de naam Aterme. De hoge priester kwam en die heeft het mes in haar hand gedrukt en voor haar het mes geleid en zij moest steken in het borstbeen. Ik moest de borstkas openen, de zachte ribben spreiden en het hart eruit nemen. Het hart werd weggenomen. Toen moest Antje er een stuk van eten. Dit hart werd daarna in een schaal gelegd en ieder die rond het altaar stond, moest er een stuk van eten. De hoge priester stond achter haar en heeft daarbij haar hand geleid. Hij had een zwart-goud masker op. De anderen hadden spitse kappen. De hoge priester had een ronde kap en dit masker ervoor. En hij heeft haar hand over het hoofd geleid en op die manier heeft hij het steken met haar hand geleid. Het ongelooflijke commentaar van de bevoegde openbare aanklager, die zich anoniem met haar rug naar de camera uitte. Wij zullen, zo mogelijk, de beschuldigden, die nu bekend zijn door de getuigenverklaringen, proberen aan te spreken, eventueel ook in het oog te houden. Als we het doen,
dan zullen we grootschalig met een onderzoek beginnen. Maar sinds jaren gebeurt er niets. Helemaal niets. Wat gebeurt er dan wel? Bijvoorbeeld, op donderdag 5 september 2013 werden op gewelddadige manier 40 kinderen van een onschuldige christelijke secte, de jongste was net 6 maanden, aan hun ouders onttrokken. Wij vragen, in opdracht van een wel heel luid geworden klacht uit de hele wereld, waarom is er geen betere vooruitgang in het onderzoek tegen satanische secten? Goedenavond.